Hallo, ik ben Otto Ome. 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 Je hoort het al, deze keer een filmpje over Clownfish, een programma om je stem te vervormen. Je gaat naar https://clownfishtranslator.com/voicechanger. Je klikt hier op download en je kiest 32-bit of 64-bit. Je saveert het bestand en voert het uit. Uitvoeren van het bestand is zeer gemakkelijk. Ik kan het niet laten zien, want tijdens het installeren wordt tijdelijk de microfoon onderbroken. Dan kan ik dit filmpje natuurlijk niet maken. Maar zoals ik al zei, de installatie is niet moeilijk. Je kiest dat er een shortcut op je desktop wordt gezet en dat is het enige wat je moet doen. Na de installatie krijg je een icoon zoals dit hier, Clownfish Voice Changer. Je klikt op Turn On en je klikt op Set Voice Changer. Klik ik dan op Male Pitch, dan krijg ik een zwaardere stem. Female Pitch. Helium Pitch. En je hebt geen babystemmetje. Om dat effect weg te doen, klik je op Clear. Perfect. Je kan ook Custom Pitch. Custom Pitch. Nu krijg ik een zwaardere stem. En nu krijg ik een hogere stem. Fijn om mee te spelen. Er zijn nog enkele andere leuke mogelijkheden met Clownfish. Bijvoorbeeld Soundplayer. Om Soundplayer zelf te horen, moet je hier Music Sound aanzetten. Klik je nu op applaus en play. Krijg je een applaus. Duck. Gunshot. Dus dit is de Clownfish Soundplayer en je kunt zelf ook nog wat geluiden toevoegen met Add Sound. Nog een leuke. Normaal om het zelf te horen moet je hier Music Sound aanklikken. Maar omdat ik dit filmpje opneem zou ik dat dubbel horen. Dus ik zet het nu even uit. En ik kies voor Voice Assistant. Je hebt heel wat webservices, maar je kiest Dutch Google Web Service. Je typt een tekst in. En je klikt op Read Text. Hallo allemaal, ik ben Otto Ome. En dan zal het programma de tekst voorlezen met een bepaalde stem. Geef me een vette duim omhoog. Abonneer je gratis op mijn kanaal. Help me de 500 abonnees te bereiken. Deel dit filmpje met je vrienden. En laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!